Egidius, waar ben je? Met die haast verwijtende woorden begint de aangrijpende klacht over een gestorven vriend. Het is een lied dat ook vandaag nog aanspreekt, ook al begrijpen we niet alle woorden. Het Egilius-lied is kort, kent veel herhaling en is uitgesproken lyrisch. Maar hoe tijdloos het ook lijkt, het is zowel in de vorm als in de inhoud sterk gebonden aan de tijd waarin het geschreven is. In Brugge omstreeks 1400. Laten we beginnen met de vorm. Het lied is een rondeel. Dat is een dichtvorm met veel herhaling. Het begint in het geval van het Egidiuslied met een refrein van vijf regels, dan een couplet van twee verzen. Vervolgens wordt een deel van het refrein herhaald, volgt er nog een couplet en wordt tenslotte het volledige refrein nog eens herhaald. De aangrijpende eerste drie regels komen op deze manier dus driemaal voor: Egidius, waar best u bleven? Milangt na die, gezellemin. Du coors die dood. ...doe liet smiet leven. Egidius, waar ben je naartoe? Ik verlang naar jou, beste vriend. Jij bent nu dood en niet het leven aan mij. Het rondeel was geliefd. In het Gruduse handschrift... ...komt deze dichtvorm tientallen keren voor... ...maar zelden zo indringend als in dit lied. Als we naar de inhoud kijken... Zijn we snel klaar, zou je kunnen denken. De geliefde vriend is gestorven en in de hemel. De ik in dit lied blijft achter op aarde en moet nog sneven, de ellende van het leven op aarde ondergaan. Maar juist de manier waarop de tegenstelling tussen hemelse vreugde en aardse tranen is uitgewerkt, is veelzeggend. De laatste regels van het refrein memoreren de vriendschap van de ik en Egidius als goed en de fin, een vriendschap die zo hecht was dat het leek alsof de dood niet bestond. Want dat betekent de regel: het skeen ten moeste gestorven zien, letterlijk. Het leek alsof er nooit gestorven zou worden. In de tweede strofe vraagde ik aan Eridius om naast hem in de hemel een plaatsje te reserveren. Verware mijn steden die beneven. Om verder te gaan met, ik moet nog zingen een liedekin. Het leven op aarde, niet als tranendal, maar als plek waar de ik nog een liedje zingt. En verder gaat met waar hij als dichter goed in is, zou je kunnen zeggen. En daarmee wordt deze klacht over Egidius ook een liedje over het dichterschap. Een goede bezigheid om het gemis dat je kunt voelen op aarde te bedwingen. Het is, zoals veel teksten in deze verzameling, bij uitstek de uitdrukking van een melancholische levenshouding. De berusting die uit de laatste regel van het couplet spreekt. Komt dan ook niet als een verrassing. Iedereen moet nu eenmaal sterven. Het Egidiuslied is niet de enige klacht over de gestorven Egidius in het Grutus handschrift. Er is een tweede Egidiuslied, minder beknopt en daarom misschien ook minder geliefd, en dat is jammer. Dit tweede lied begint met een indrukwekkende bespiegeling over de breekbaarheid van het leven. O krank, onzeker, broost en zin. snee of glas als die nature, niet een zeg, dit zal geschien, want dune heps, morgen, tiet, no uren. Enigszins vrij geparafraseerd, o zwak, wankelmoedig en breekbaar werkstuk. Je bent even verhankelijk van aard als sneeuw of glas. Zeg niet: het komt nog wel, want morgen kan alles voorbij zijn. Na deze aanhef zoemt het gedicht in op Egidius en lezen we over een vrolijke en onvermoeibare zanger. Een voortreffelijke tenor die de toon aangaf in de polyfone zang. De twee liederen. Getuigen van grote empathie en brengen Igidius heel dichtbij. Het voelt alsof er een vriend van ons is gestorven. En wanneer iemand zo nabij komt, wil je graag meer over hem weten. Wie was Igidius? Er is meer dan eens geprobeerd de gestorven vriend te identificeren. Hij zou de dichter van een paar korte gedichten zijn. Of een zanger die aanwezig was bij het Concilie van Constans. Recent heeft de Brugse stadsarchivaris Noël Geerdaerts argumenten aangedragen om in hem Hilis Honin te zien, lid van een zeer vermogende en invloedrijke familie. Maar ook over deze identificatie zijn veel onderzoekers sceptisch. Misschien wel omdat de Egidiusliederen de meest tijdloze teksten zijn in het Rutuse handschrift en omdat we bevreesd zijn dat de betovering verloren gaat als die betreurde Egidius te concreet wordt.